als iemand het niet wil, dan doe je het gewoon niet. Oké. Okay. Ik heb er nog nooit gehad dat iemand dat tegen me zei in mijn oor. Die fout heb ik wel eens gemaakt. Oh nee. Dit is mijn seksmobiel. Hier ontvang ik iedere week een gast met wie ik al jullie seksvragen beantwoord. Want ja, over seks raak je nooit uitgeluld. Heb jij nou een vraag? Laat het ons weten. Abonneer en like, zodat je niks mist. Want de gasten van vandaag zijn Hoax Lebeau en Envy Peru. Galore. Ja? Ze staat pak. Hier. Je hoeft niet zo te schrikken. Galore. Heeft het invloed op mij? Nee. Dames, in 3, 2, 1. Yay, wat leuk dat jullie er zijn. Hoi. En wat zien jullie er prachtig uit. Dankjewel. Bij de Diva in mij helpen jullie mensen om zelfverzekerder te worden. Wat hebben jullie gedaan om zo zelfverzekerd te worden? Dat is natuurlijk gewoon een jarenlang proces. Maar drag heeft ons daar zeker wel in geholpen. Dus wij hopen ook door de Diva in mij een klein stukje daarvan mee te kunnen geven en dat even aan te kunnen raken. De zelfacceptatie en zelfliefde. Je moet gewoon heel veel ballen hebben om er zo als ons uit te zien. Want hoe reageren mensen nu dan nog op jullie als je zo over straat gaat? Ik ga niet heel erg vaak zo over straat eigenlijk. Jij hebt altijd wel een gek ertussen lopen die het niet snapt of een mening daarover heeft. En ja, goed, daar heb ik geen zin in. Ik denk dat we allebei wel iemand kennen in onze vriendengroep die het slachtoffer is geweest van geweld naar homoseksualiteit of iets. Live and let live, mensen. Live and let live. Maar nu is het tijd voor educatie, dus we gaan snel door naar de eerste vraag. Hallo Jurre en gasten. Ik ben een jongen van 16. Ik doe al een tijdje drag en ik wil graag ook meer op Instagram en zo plaatsen. Ik heb schrik, ook al staat mijn account op privé, dat het toch gaat lekken op school. Maar ik wil ook graag in contact komen met nieuwe queens. Enige tips of ideeën, groetjes uit België. Ik ben pas echt begonnen met Instagram en met mijn drag toen ik in Amsterdam kwam wonen. Ik heb eigenlijk gewoon heel eerlijk op mijn persoonlijke Facebook een bericht gepost naar alle mensen uit Zuid-Amerika en familieleden van dit is wat ik ga doen. Als je het niet leuk vindt, prima, weet je, ik ga je er niet in overtuigen. Maar ik wil me gewoon omcirkelen met mensen die mij accepteren hoe ik ben. Het is natuurlijk gewoon het internet. Dus als je niet wil dat dingen uitlekken of dat mensen het gaan zien, post het niet. Wacht tot je zelf voelt dat het oké is, dat je er klaar voor bent. En doe het lekker. Hi, ik heb een zieke struggle. Mijn beste vriend zoende mij laatst en gaf aan Friends with Benefits te willen. Ik wou dit niet, maar hij bleef maar doorgaan. Ik vond het verschrikkelijk en voel me minder fijn bij hem. Onze vriendschap is niet meer hetzelfde, maar ik wil mijn beste vriend niet kwijt. Wat moet ik doen? Als iemand het niet wil, dan doe je het gewoon niet. En als je echt goede vrienden bent, dan accepteert hij dat ook gewoon. Ja. Wat is een beetje low-key manier waarop je dat dan wel lief kan zeggen? Weet je, van ik wil niet dat dit de kosten gaat van onze vriendschap. Ik heb je heel graag als vriend, maar meer dan dat gaat het niet worden. Luister naar jezelf, luister naar je eigen gevoel. En als het niet goed voelt, moet je het niet doen. Ik ben een 17-jarige jongen en het scheren van mijn geslachtsdelen vond ik altijd wel oké. Echter heb ik nooit echt mijn balhaar durven scheren en heb ik dan ook geen idee hoe dat moet. Hebben jullie nog enige tips of technieken? Groetjes en bedankt. Niet met de tondeuzen. Die fout heb ik wel eens oh, gemaakt. Oh nee! En gewoon één wegwerpmesje, even flop. En ze zijn schoon en zijn nieuw. Schoon. Strak houden, dingetje omhoog, hup. Je hebt er van die scheerolie, dat vind ik veel fijner, schrik alles mee. Dus een aantal tips. Olie vind ik een hele goeie. Mm-hmm. Strak houden en een schoon mesje. En als je nog veel meer wil weten over scheren, dan is er ook een Emma's Peep Show die gaat over scheren. Dus check die ook even. Hallo mensen. Ik ben een transjongen en ik weet dat ik op jongens val. Alleen, ik heb het gevoel dat ik ook op meisjes val. Ik weet alleen niet hoe ik dat moet uitzoeken, want ik vind vrouwen best knap, maar ben nog nooit verliefd geweest op een vrouw. Mm-hmm. Hoe kan ik erachter komen of ik ook op meisjes val? Proberen. Ja, ik aanbid vrouwen. Ik vind vrouwen prachtig, maar ik voel me daar niet seksueel tot aangetrokken. Weet je, seks is hartstikke leuk en probeer uit en kom erachter wat jouw ding is, wat je leuk vindt. En misschien vind je beide wel fantastisch. Nou, lucky you. Ja. Heb je alleen maar een grotere vijver om uit te kiezen? Ja. Heb jij ooit getwijfeld? Ja, ik dacht heel lang dat ik biseksueel was toen ik jonger was. Echt waar? Ja. Iedereen in mijn omgeving wist wel van, dat is een homo. Maar ik had het zelf nog niet zo door. Dus ik heb ook echt wel met meisjes gedate en verkering gehad. Maar dat betekent niet dat ik het niet leuk heb gehad met die meiden. Nee. Mensen denken te veel in hokjes. Je bent verliefd op een mens. Ja. Hoe mooi is dat? Ja. Geniet ervan. Hoi Jurre en gasten. Ik ben al een tijdje bezig met een jongen en hij zei dat hij me ook leuk vond en zo. Maar ik merk dat we eigenlijk alleen langdurige gesprekken hebben als het over seks en fantasieën gaat. Maar zodra ik een normaler onderwerp aankaart, geeft hij of geen antwoord of heel kort af. Hebben jullie tips? En moet ik nog doorgaan met dit alles?
Groetjes. Nou ja, geef aan dat jij het ook over andere dingen wil hebben en kijk hoe die daarop reageert. Uiteindelijk wil je ook gewoon in een relatie met iemand een diepgaand gesprek hebben. Ja, je moet alles met elkaar kunnen delen en niet alleen de seks. Ja. Ik ben een meisje van 16 en heb al 17 maanden een relatie met mijn vriend. We hebben seks, alleen ik heb er vaak geen zin in. Ik word amper geil. Oh. Wat kan ik hieraan doen en hoe komt het? Ik wil graag vragen, waarom heb je seks als je er geen zin in hebt, lieverd? Ja, voor hem. Omdat je in een relatie zit natuurlijk. Ja. Ja, misschien moet je afvragen, vind ik deze persoon nog wel leuk? Voel ik me nog wel aangetrokken tot deze persoon? Is dit nog wel de liefde van mijn leven? Ja, ik ben er sowieso van overtuigd dat je alleen maar seks moet hebben als je het allebei leuk vindt en er allebei zin in hebt. Wat ik heel goed snap uit jouw vraag, is dat ik heb ook best wel vaak niet gelijk zoveel zin. En ik heb echt heel veel voorspel nodig om zin te krijgen. Wat mijn moeder vroeger altijd zei, als ik zei, ga dat dan doen. Denk ik, nee, ik heb geen zin. Zei mijn moeder altijd, zin kan je maken. Dat is wel een beetje zo. Je moet elkaar in de mood krijgen. Ja, dat is ook periodes, hè. De ene keer dat je gewoon veel meer zin hebt en de ene periode heb je daar helemaal geen zin in. Ja. Dat heb ik ook hoor. Misschien moet je ook gaan nadenken van wat vind ik lekker? En anders moet je dat aangeven. Oké, dit vind ik lekker. Misschien dat je dan wel wat meer zin krijgt in seks. En zelf naar op zoek. Weet je, misschien kan je een vibrator kopen zodat je gewoon echt met jezelf even gaat ontdekken en spelen wat jij lekker vindt aan seks, zodat je dat dan ook weer samen kan doen. Sekslijn, daar gaan we. Ik begin. Probeer degene naast je opgewonden te maken zonder diegene aan te raken. Oh! God, hoe ga ik dat doen? Dit is het moment waar ik altijd gewacht heb. Ja, echt? Ja! Ik ben benieuwd. Maar ik mag je dus niet aanraken. Oh. Zou ik wel een beetje je type kunnen zijn? Ja, absoluut. Ja, echt? Mag ik wel even kijken? En dan, nou, ik wil eigenlijk dat je je ogen dicht doet. Oh, oké. Oh. Ja. Want dan ga ik je nu een verhaaltje vertellen. Namelijk dat wij 's avonds uitgaan. Mm. En op een gegeven moment trek ik je de wc in. Mm-hmm. En ik doe al je kleren uit en ik begin je zo lekker te pijpen. Oh. En ik pijp je dieper en harder. Oh, meid! Ja, lekker! Oh, ja! Ja, echt! Ja, echt, was dit het moment? Ik vond het heel spannend. Ja. Oh, ja. Nou leuk! Oh. Maar, oké. Ik heb er nog nooit gehad dat iemand dat tegen me zei in mijn oor. Oh nee? Nee! Altijd alleen maar achter je rug om. Ja. Oké, jullie zijn aan de beurt. Oké. Laten we die doen. Deze de buitenste? Ja. Oké. Probeer de ander voor je te winnen met je beste openingszin. Oh god. Gebruiken jullie dat wel eens? Nee, natuurlijk niet. Nee. Openingszinnen zijn toch afschuwelijk en afgezaagd? Ja. Deed het pijn toen je uit de hemel viel? Geloof je in liefde op het eerste gezicht of moet ik nog een keer voorbij lopen? Hé, hey, jij hebt een opening en ik heb zin. Zo, je kent ze wel allemaal. Ja, omdat ze zo afschuwelijk zijn. Maar nee, ik heb hem nooit gebruikt. Mijn openingszin is denk ik van hey, hoi, wat ben je leuk, wil je wat drinken? Ja? Ja. Maar ja, heeft ze jou daarmee gewonnen? Ik zou het wel heel leuk vinden als iemand dat zo oprecht en lief zou zeggen. Zoals jij het net zei, van wat ben jij leuk. Maar elke eerste zin die je tegen iemand zegt, is dan een openingszin. Ja. Ja. En kom dan niet aan met zo'n stomme, afgezaagde, haha, grapje. Zit niemand op te wachten. Mag ik iets zeggen? Ja. Ik vind je echt oprecht een hartstikke leuke jongen. Oh. Heb je ze dan wat te drinken? Ja. Dat is toch een hartstikke goede openingszin? Ja, spoedcursus openingszinnen, jongens. Ja. Daar heb je hem. Ja. Weg met die openingszin. Ja, gewoon eerlijk. Ja. Nou. Zo. Dankjewel, liefje. Doei, dames. Dag, schat. Fijne dag. En dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Heb jij nou een vraag? Laat het ons weten. Abonneer je hier en hou hem hard.